duurzame. Het is eigenlijk voor de koeien gebouwd. En het is een duurzame voeding of eetsysteem voor de koeien. Hoe hebben we dat bedacht? We hebben een hexagon. Met 6 hoeken. En we zijn hier in het hexagon. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eigenlijk hier is verblijfplaats van de koeien. Je zou zeggen het is te klein, maar er is altijd, vanaf het punt, hebben we dus pallets afgesloten. Dus we hebben het groter gemaakt. Dat is wat je om je heen nu ziet. En hier sluiten we dus af. In elke deel gaan we een type gras planten, of mais. De koeien eten ook mais. En de bedoeling is dat de koeien constant een ruimte van een ruimte kan eten, van een van de secties, van de delen. Ja. Dus bijvoorbeeld hier zijn ze aan het eten, gras, in de tussentijd zijn de rest aan het groeien. Als ze hier klaar zijn, maken we een andere deel open, gaan ze hier naar deze, dan gaan we hier opnieuw planten. Het zijn 6 stukken, hè? Ja. Dus dan hou je een duurzaam eetsysteem voor de koeien. We hebben nu 2 koeien en we gaan kijken of het genoeg is voor 2. Groeit zo snel en ze hebben 1 deel nog niet klaar, kunnen we nog een koe bij halen? Ja, oh ja, dan, ja, dan breid je uit, ja. Weet je wel? Ja. Dus dat is het. Dus het is een experiment van kijk hoe we een sustainable. Dit hebben jullie zelf zo bedacht? Ja, dat ik dacht, ik wil iets voor de koeien maken waar we eigen eten, gras en zo. Dit is het beste wat ik kon bedenken. Ja. Dus eigenlijk, dit is een ruimte, een complete ruimte. Ze blijven niet alleen hier, maar ze zijn constant buiten het leven. 1 deel, dat is een deel, is gereserveerd voor materiaal. Een beetje koeienmest, materialen die we hebben. Er komt een grote waterreservoir hier. En vanaf hier heb je irrigatie. Die omheen loopt met spuit, kanonnen. Ja. Ja, dat is de bedoeling. En iets anders, schiet me zo te binnen. Werken jullie ook in de richtingen? Noord, Zuid, Oost, West, energie, inzicht? Ja, in sommige gevallen wel. In dit geval hebben we meer gekozen voor de zwaartekracht. Dus het terrein loopt zo schuin naar beneden. En hier is de hoogste deel. Dus hier komt ook water die naar beneden moet komen. Hi, Cody. Ja. Ja, ik ben Cody. Ik kom zo halen. Ja. Beep.